Ja! Sorry mensen. Yo mensen, welkom weer terug bij World of Warcraft. Ik ben hier alleen, zoals gewoonlijk. En we gaan weer lekker wat Warcraft spelen. We spelen op de Monk, level 20 moment. En het is tijd voor opnames zo te zien. Yeah, het is tijd voor opnames. We gaan lekker weer rocken. Ik ben level 20, je ziet het. Ik rock op mijn mount. En als eerste gaan we Zen Pilgrimage doen. Om de monk quest te voltooien, want ik ben natuurlijk een level 20 monk genaamd Monkey D. En mensen, ik moet zeggen, mijn World of Warcraft wordt super goed ontvangen. Ik vind het hartstikke cool, want... 1 seconde. Ah, goddelijke koffie. In ieder geval, wordt super goed ontvangen. Ik bedoel, weinig mensen kijken naar WoW. De kijkcijfers zijn minder goed, maar dat gaat maar niet uit. De mensen die het kijken zijn super tevreden. Ze zijn allemaal vrolijk. Ik vind het super vet en... ja, ik word echt ongelooflijk vaak toegevoegde kijkers. Ik ben er echt super blij mee. Want je kan dat zien. Bassatos, Danny Ten Hag is online. En Stijn en Glenn zijn allemaal kijkers van me. En yo, het is gezellig om met ze te praten. Ik heb een paar keer met mensen in party geweest. En gewoon gaan chillen met een paar. Het is super leuk gewoon. Even kijken, wat doen. We moeten monk basic training gaan doen. Oké, we gaan de monk quests doen. We gaan de monk quest rino's doen. Let's go. Ik ga op mijn mount. En we gaan kijken wat ik moet doen. Hoppa! Monk quest. Ja, ik vind het gewoon cool, want ik word heel vaak toegevoegd. Heel veel mensen stellen ook heel veel vragen. En dat vind ik hartstikke leuk. En ja, het is gewoon wat leuker dan normaal. Want normaal heb ik niet zoveel tijd om met je te praten. Nu heeft iedereen de tijd. Iedereen neemt de tijd om ook met elkaar te praten. Met mij te praten. Ik vind het super chill. Oké, we gaan iets doen. Oké, ik moet hem vechten. Ik moet met hem vechten, G. Kom met me vechten, G. Master Cheng. Oh, hij ziet er gevaarlijk uit, hoor. Ik ga hem pakjes geven, man. Kom op, dikke panda. Kom op dan. Nou, wat doen? Ik moet zijn training volgen, maar wat gebeurt er? Oké, hij houdt weer mijn vechten. Bow to me. Oké, slash bow. Oké, slash bow en mijn buigen. En we gaan beginnen. Boom! Boom! Eet mijn fucking boom! Hij gaat hem kapot maken, jongen. Hij kan niks. Je gaat niks kunnen. Je gaat je kapot maken. Tambel achteruit. Hoi. Hoi. Kom dan. Ik ga je kapot maken, jongen. Je bent niet goed genoeg voor mij, vriend. Ik ga je laten staggeren. Nu. Weet je, ik ben altijd die dronken boy. Kom dan, Mr. Monkey Boy. Oh, kut. Achteruit. Haha. Nou, wat ga je doen? Oké dan. Hut. Kom aan. Ik geef een pakjes. Ik zei dat ik zou een pakjes geven. Oh ja. Haja. En hier ook de man op Blanker. Online. Ook kijkers, jongen. Het is super... oh, crap. Oh, rol eruit, please. Burn. Aha. Doom. En ja, nog steeds, jongens. Ik vind het gewoon super leuk dat jullie genieten van deze serie. Want het is een World of Warcraft serie. De meeste mensen vinden dat niet leuk om te zien. Maar ik echt super... oh my god. Oké, er wordt een spannende fight nog op het einde. We gaan het zien winnen. We gaan winnen. Ik ga winnen. Ik ga winnen. Ik ga hem verbranden. Yeah! Ah! Wow! Gewonnen. Oké, dan. We hebben elkaar om te denken, wat de fuck is hij allemaal aan het doen? Opnames. Nee, maar het is super cool dat iedereen het zo leuk vindt. Ik ben er echt heel blij mee, jongens. Ik heb niks mooiers kunnen verwachten. En ja, ik ben gewoon super tevreden met jullie. En jullie zijn blijkbaar ook heel blij met mijn serie. Even kijken, hoor. En dat vind ik cool. Dat ik deze maand willen kunnen rijden, maar die kan volgens mij niet op het land. Nee, dat is kut. Nou, jammer. Leven is kut. Maar ja, ik vind het gewoon leuk om te zien dat jullie ervan genieten. En ik geniet er ook nog steeds van deze serie. Want ik bedoel, lekker rustig World of Warcraft spelen. Weet je, kopje koffie erbij. Heerlijk. Chillings. En ik merk er weer... nee. Oké, maar ik heb het al gehad nu. Ik heb master... oh, Master Cheng. Oké, dit is een andere master, geloof ik. Ik heb master andere. En nu heb ik Master Cheng tegenover. Maar ik heb een nieuwe staf. Zie je dat, boys? Oh my goodness. Nieuwe staf. Ah, die heb ik nodig toevallig, dus dat is goed, dat is handig. Check, hoor. Danny Excalibur. Het is wel leuk dat ik heel veel mijn kijkers, dat moeten jullie niet doen, want die fout maakte ik ook altijd. Achter elkaar nieuwe champions maken, of andere dingen, want die heb ik al lang gehad. Oh, wacht, hoor. Die heb ik al gehad. Nee, maar die heb ik toch al gehad? Ja, die heb ik al gehad. En nu? Nou, dan moet ik weer verder met mijn leveling shit, toch? Ik heb geen idee. Zen Pilgrimage Return. Oké, in ieder geval ik ga terug naar mijn eigen lichaam. Dus ik ga weer terug naar de stad waar ik eerst was. Hoehoe. Steek je moeder is online. Maar ik ga weer terug, want dan kunnen we wat leuks doen. Dan ga ik kijken of ik een dungeon kan doen. Behalve Wailing Caverns, want die heb ik al gehad. Maar je moet altijd een random joinen. Want als je random dingen joint, zeg maar zo find group. En je krijgt, dan krijg je een satchel, een zak. In die zak zit gear. Zoals nu, ik krijg een groep. Oké, bedoel ik. Bam! Shadowfang Keep. We gaan een dungeon doen. Shadowfang Keep is een coole, is een leuke. En ik weet dus wat ik ben. Ik denk dat ik een tank ben weer. Zoals ik altijd ben. In het nou, altijd. Al 2 keer ben geweest. Ja, ik ben een tank. Oké, goed. Ik ben de tank, Rino. Waza! Tegen mensen natuurlijk over praten. Ik had wel wat aardiger als ik het zeg maar mensen die het niet doen. Dit is niet chill. Eentje is AFK. Dat is de damage. Een van de damage die is AFK. Goed, ik moet even kijken wat mijn spels ik weer waren natuurlijk. Oké dan, we gaan beginnen. Attack mij, bros. Come on, bros. Maak jullie kapot. Oh joh. Oh, die shaman, die gaat irritant lopen doen. Die shaman, die gaat hard hoor. Kijk hem gaan, jongen. Hij wil dat ik alles tegelijkertijd poel. Nou, ik vind het prima, weet je. Ik kan het wel handelen. Kom maar. Attack me, bros. Attack me, bros. En het probleem is, we missen 1 dude. Zie je dat? Dat is super irritant. Oké. Er is eentje er niet bij. Dat is heel irritant. Ja! Dat betekent dat, dus dat we 1 damage dealer minder hebben. Ik ga vragen voor een foto kick, want dit is heel irritant. Pull as much as you can hold. Ja, sorry, ik ken deze hele map niet. Niet meer tenminste. Niet naar beneden nog, want daar is de boss. Oké, boss is er ook bij. Gezellig! Ik ben altijd al bezig met de boss aan het tanken. Nou, prima hoor. Ik ben niet bang voor die boss, dus als je mij aanvalt, kom aan! Oh yo, ik word gechoked! Ik word gechoked! Ah, help! Oh my god. Ja, daar krijg je ervan. Dat is gevaarlijk. Dus ik word gechoked, ouwe. You got a bad feeling. Close one, bros. Dat was gevaarlijk, ouwe. Ah, we hebben een nieuwe DPS erbij. Garros. Een rook. Ah, man. Met hem moet ik gear delen. Daar heb ik geen zin in. Maar ja, dat is de leven van de enige echte boys. Hij heeft echt een vette gamer, man. Deze dude. Die healer is kapot goed. Echt goede gear, man. We moeten wachten nu die dude naar boven komt. Doet dat zo langzaam. Weet je, dat soort NPC's. Yo, kom dan. Kom dan. Ja. Come on. Let's get going. Let's get going. Nope. Ain't got no money. Come on, loon boys. Oké dan, gaan we. Grote groep om me heen. Ik wil best wel heals krijgen. Dat zou ik super fijn vinden, want dit was wat zwaarder. Ik heb heel veel mensen tegelijkertijd gepakt. Dit is echt niet chill. Het zijn heel veel mensen. Heel veel beesten. Die horens nou als eerste pakken. Holy crap, ouwe. Dit zijn er veel. Holy shit! Ik ga dood! Dit is gevaarlijk! Ah, ik veel te zijn, jongen. Dus de dude staat ook gewoon stil, die Garros. Kut rook. Ah. Kom dan, kom dan! Ja, jongen, deze dungeon is echt super vet. Het gaat echt maar over weerwolven en zo, deze. Oh, jij ook, hoi. Hoe moet hij dat nou, die kut hunter? Zomaar valt hij deze aan. Echt gewoon geen reden om deze aan te vallen. Echt voor geen reden valt hij die beest aan, hè? No reason at all. Hut! Hut! Oh ja. Nou, enter the dining hall. Here. Let's go. Dun 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 dun. Nou, gaan we weer. We moeten deze dudes killen. En dan gaan we voor bosses en proberen vette gear te krijgen. Natuurlijk van mijn Pandaren monk. Maar ik ben natuurlijk een human monk. Rogue is namelijk panda. Level 90 Rogue. Oh, deze shaman is irritant, jongen. Monkey D, nou, de leader of your group. Nou, die Garros is eruit. Dus we missen dus een damage dealer. Dat is niet zo fijn. Ook jullie, van mij eens aan alsjeblieft. Dat zou ik veel fijner vinden, dankjewel. Kom, cookie boy, kom op, cookie boy. Ja, ja. Genoeg damage doen, gewoon genoeg damage doen. Anders kan ik hem wel kapot te maken. Kraakt! Casket of zo gooien. Aight. Een nieuwe dude erbij. Paralyzer. Een nieuwe druid. En ik ben level 21. Dingelingeling. Nou, boys, level 21. En girls. Ik weet niet wat kijkt eigenlijk. Volgens mij ook wel girls, vast wel. Hoi! Come on, boys. Come on, boys. Let's have some fun, Reno. Hoeja! Oké, dit wordt echt een pittige strijd, want ik word echt shadowbolt van alle kanten. Ja, 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 ja. Oké, kom aan, kom aan, kom aan. Oké. Baron Silverlane, attack me, bro. Oh kut, ik heb iets gewoon genegeerd. Oh ja, hij heeft nog niet nodig. Oké, dit wordt pittig, jongens, deze te vechten. Hij is nogal sterk, dat zie ik. Come on, bro. Hij is kapot van tanky. Ja, joh, die hebben we zo dood. Hoeja! Nee, die hebben we ook dood. Nou, iemand anders level omhoog. Die wordt hier ook vrolijk van. Nou, strengste stamina heb ik. Read er maar op, want die heb ik niet nodig, maar. Als iemand anders hem wilde, wil ik hem wel. Black leader, Ivar. Sorry, Ivar. Naar de Dylan, Monkey D van de Hollandse Brigade. Moet er even langs, dankjewel. Hier word ik ook niet vrolijk van. Ik ben niet vrolijk van die gast, jongen. Die shaman. Die shaman heeft een kapot goede gear, weet je. Dus die gaat de hele tijd gewoon overal erheen blijven rennen. En ja, ik ben er niet gewend dat iedereen zo'n goede gear heeft. Want ik was vroeger gewoon, ik ging 1 voor 1 en alles moest echt gewoon voorzichtig gebeuren. En die tijd kom ik nog, dat alles voorzichtig moest. Nu gaat iedereen overal doorheen van fuck it, YOLO bolo. Hey, zit je te recorden? Ja! Kom maar! Gaat hem ontje maar aanvallen, bros. Kom maar! Come on! Yeah, let's have some fun, bros. Hey, mezelf. Dus als Glenn ziet het, hij is een kijker. Hij zegt, hoi tegen de camera. Dus hoi Glenn, als je kijkt natuurlijk zo meteen. Hallo, yo. Yo Dylan, nog een kijker. Yo, zie je al die kijkers, die komen gewoon online. Ik blijf gewoon reageren. Ik heb het altijd naar mijn zin met jullie. Ik vind het gewoon gezellig, het gaat gewoon vooral om. Ik heb gewoon plezier, weet je, ik zit in mijn dungeon. Ik heb tijd te reageren, dit tanken, dat doe ik. Ah man, shield. Ik heb geen shield nodig helaas. Nou, dan gaan we weer doorlopen naar de volgende, het volgende gedeelte. Wacht even. Waar is die package van Ivan Bloodfang? Oh, die zit hier, oh. Oh ja, kom maar op, bros. Kom dan, kom met de officer, kom aan, bro. Ik wil heel gewoon niet te klikken. Goed met jou. Ja, dat is leuk. Ik vind het echt leuk. Ik blijf aan het genieten. Ik wil met hem praten, jongen. Ik heb een quest voor je, bro. Oh, 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 dit is niet chill. Come on, yeah, let's go have some fights. Let's have some fun, let's have some fun. Oké, de hele kamer bij elkaar gepakt. De hele kamer gepoeld. Dus alles zit nu met alles valt me nu aan tegelijkertijd. Want YOLO, motherfucking waterpolo. Ja, dat is waar ik broers, ja. Ik neem nu op. Leuk, het is leuk. Zie je rustig, volg je WoW-serie dagelijks. Maar echt vet dat je dat doet. Dat je serie hebt gestart. Dankjewel, jongen. Ik vind het echt geweldig. Ik vind het ook leuk dat jullie van genieten. Want het is moeilijk om een WoW-serie te starten. Weinig mensen kijken het. En het is gewoon puur willen volhouden. Hoe graag wil ik het doen? Want voor de kijkcijfers doe ik het zeker niet. Ik bedoel, kom aan. Er wordt echt maar 500, 600 keer bekeken per video of zo. Dat is echt veel te weinig. Maar ja, goed, weet je. Ik vind het leuk om te doen. Ik doe het sowieso. Dus ja, kan ik net goed opnemen, toch? Oeh. Oh, in elk geval abonneer, leuk, like en deel met je mensen. Lol. Dankjewel Artas. Ik weet niet hoe het Artas heet. Artas is een douchie. Douchie heet hij eigenlijk. Douchie. Maar ik vind het leuk, want er zoveel mensen wel reageren. En goede reacties laten mensen achter op mijn kanaal. Ik vind het leuk om te zien. Want ja, ik ben een van de weinige Nederlanders die sowieso World of Warcraft doet op zijn kanaal. Want het is gewoon niet Nederlands gewoon, weet je. Het is gewoon niet bekeken in Nederland. Aangezien het gewoon, ja. In Nederland heel simpel. Het is alleen maar puur Minecraft. Iedereen doet Minecraft. Ik speel ook Minecraft omdat ik het leuk vind. Ik speel geen Minecraft dingen die ik niet leuk vind, weet je. Ik vind Hunger Games leuk om te doen. Die minigames vind ik leuk om te doen. Een Let's Play van een survival serie vind ik ook nog steeds leuk om te doen. Maar I kinda quit it, so... Ja, ik vind het ook leuk om iets te doen. Ik doe gewoon dingen die ik zelf leuk vind op te nemen. Als je een beginnende YouTuber bent, ja dan wel jongens, dat zeg ik heel eerlijk. Als je wil beginnen met YouTube, dan moet je gewoon Minecraft spelen. Je hebt geen keuze. Dat is gewoon in Nederland de shit, Minecraft. Ja, je kan eromheen, je kan denken fuck it, ik ga het niet doen. Zoals heel veel mensen dat proberen. Sorry, you're not gonna make it. Waarom zouden ze, ja, sorry. Je gaat het gewoon niet halen, want waarom zouden ze iets kijken wat niet zo... Terwijl jij niet zo leuk bent als YouTuber, maar je bent beginner, dus je weet nog niet heel goed. Of je kwaliteit is misschien nog niet heel goed. Mensen kennen je nog niet goed. Waarom zouden ze iets kijken wat sowieso weinig bekeken wordt bij jou, weet je? Het is heel lastig, dus... Ja, sorry, als je een nieuwe YouTuber bent, als tip, begin met Minecraft. Begin gewoon een Let's Play serie. Vooral met andere mensen, hartstikke leuk. Ga naar ggx.com, goede site waar ik op begonnen ben. Leer mensen kennen en gewoon plezier maken met elkaar. Daar heb je gewoon veel meer aan dan... standaard shit eigenlijk. Go to Pack Leader Bloodfang. Ja, ik weet het. Ik heb een quest van me. Heb ik een quest voor je? Ja, ik heb een quest van je gekregen. Kom op. Oké, normaal moet zeg maar al die monsters helpen. Om het te helpen killen met die baas. Maar die baas was te snel dood. Het ging te easy. Nou, kom op dan. Easy the fuck up. You better hurry. Ja, we wachten op jou, dude. Maar ja, het is wel leuk om te zien dat inderdaad zo goed gereageerd wordt op mijn video. Je kan me altijd toevoegen. Ik praat altijd met je. Ik doe er echt niet moeilijk over. Ik praat heel veel met deze jongen, met Danny. En Lucky Tiger vroeg me net toe. Nou, dan ga ik met Lucky Tiger chillen. Waarom ook niet? Wacht, ik heb een quest. Hij heeft een quest van me. Ja, follow the path of the stairs. I do. Come on. Woehoe. Nou, kom op. Lopen we? Ik moet doorlopen, man. Ik loop achter. Ik level 21. Ik loos level voor mijn groepje. En ik loop achter met lopen. En de anderen zijn nou aan het vechten, hoor je dat? De kamer naast me, zij zijn aan het vechten en ik ben nog onderweg. 70 XP. Ja, kom op dan. Oh, zit hier op de trap. Yo, bros. Help mij ook. Laat me even doorlopen. Ik wil doorlopen, come on. Kill Lord Godfrey. Oké, hier is een lord die we moeten verslaan zometeen. Kom maar, val me maar aan, jongens. Ja, jongens, val me maar aan. Let's go. Let's have some fucking fun. Hierna volgens mij nog één baas. Lord Godfrey heet hij. En als we die verslagen hebben, dan ben ik volgens mij... weer zo'n instance gehaald. Ik ben bijna level 24, jongens. Of 22. Wat lekker. Ik heb bijna 2000 deze dungeon gehaald. Nou, kom op. Doe die deur eens open. Doe die deur open, jongen. Come on, yo. Het is wel cool dat ook alles is... als je een andere server zit trouwens, kun je ook met me praten en chillen en met mijn groups gaan. Hè? Dat gebeurt ook heel vaak. Ik heb een paar mensen al gesproken. Die andere servers zitten, dus dat is cool. Kom maar, jongens. We gaan gewoon alles tegelijkertijd oppakken. Daar doe ik echt niet moeilijk over. Kom aan. Kom maar, Lord Godfrey. Oké dan, dit is gezellig. Wat een gezellige boel. Echt kapot veel damage, jongen. Echt super veel damage krijg ik. Ik ben level 22 geworden. Dat is fijn. Ah. Gewonnen. Dit was een pittige strijd. Hartstikke simpel zelfs, maar goed. Nou, we kregen een nieuwe raid. We gaan gewoon, weet je wat, we gaan in één keer door met de groep. Deze gasten, dit wel een goede groep, vinden ze het. Handige groep, want het is ook een handige groep. Ik bedoel, je hebt een tank in je groep. Wacht hoor. Ah. Sterke move is dat. Nou, even kijken hoe lang ben ik met de opname bezig. Ik zit er nu al op 20 minuten. Holy shit, het gaat snel. Ik vind opnames, het is zo leuk. Ik heb zo naar mijn zin. Ik heb een mailtje gekregen van iemand, zie je? Een bericht. Misschien van een kijker. Weet ik niet, ga even kijken. Oh, weer dezelfde? Ah, man. Jeez, fuck no. Ja, dit is niet chill, man. Deze hebben we al gehad. Waarom krijg ik een... dat vest? Oh, man. Ik had een betere chest kunnen krijgen. En dan heb ik de verkeerde gekregen. Ja, dit is niet slim, jongens. Ik denk dat ik uit deze groep ga. Want dit is eigenlijk... Ik heb het wel gehad. What the fuck? Waar is iedereen? Zie iedereen eens weg bij mij? What the fuck? Oh, het zit hier beneden. Welke is dit? Shadowfang Keep. Maar die heb ik al gehad net, toch? What the hell? Oké. Weird. Oh, net kwam ik er halverwege in. Daarom. Dacht al. Yo. Nou, weet je wat? Ik ga denk ik gewoon questen anders. Want dan anders... Ga ik nu... Dit is eigenlijk helemaal niet slim namelijk wat ik doe. Oh, die spel is zo sterk, hè. Ik ga deze duel doen, die baas ga ik doen. En daarna ga ik doorlopen. Want dan ga ik gewoon uit die party. Dan ga ik gewoon levelen. Want ik zeg heel eerlijk, dit is echt bullshit. Ik ga niet deze raid nog een keer doen, terwijl het gewoon niet slim is om te doen. Ik kan beter gewoon normaal rondlevelen. Ja, ja. Val me aan, ja. Pain and suffering. Oh, hij is iemand aan het choken. Zie, hij choked hem. Hij choked hem. Ik ben net gechoked. Dan wordt hij gechoked. Lekker voor je. Oh, die cape is cool. Die wil ik. Die cape is goed. Die wil ik. Veel beter dan mijn cape. Dus laten we hem winnen. 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 Laten we winnen. Ja, ik heb hem gekregen. Zie, die guide is helemaal niet zo chill. Volgens mij. Oh, inventory is full. Daarom. Wacht, laat me iets weggooien hoor. Ik ga die weggooien. Deze cape accepteren. Je equipa. Je weet toch. En dan ga ik gewoon uit die groep. Sorry groep, het spijt me. Normaal doe ik het nooit. Tenzij ik gewoon niks eraan heb. Sorry, ik heb er gewoon niks aan. Want ik schiet hier nergens mee op. Als ik gewoon ik kan beter gewoon gaan levelen op een gebied waar ik moet levelen. Dus ik moet even Shadowfang Keep uitzetten. Ik moet leveling klikken hierdoor. Dat is trouwens heel goed. Het Sigor Guide. Kan je gewoon gratis downloaden. Zoek het even op, een filmpje of zo van how to download. Sigor Guide gratis. En het is... Welke zit ik? Het is in Eastern Kingdoms, hè? Ja. En dan moet ik gewoon de guides downloaden. Want ik ben nu level, welke? 22. Dus ik moet van level 19 tot 26. Wetlands. Oh man, Wetlands is helemaal niet leuk, man. Wat de hel? Dat is maand 5 tot 21. 21 tot 26. Ah, die ga ik doen. 1 tot 26. Duskwood. Dus ik moet naar Duskwood. Dan ga ik dat even doen, toch? Dus ik ga mijn mount. Buh! Voor degene die het weet, dit is mijn mount die moet een beetje exalt hebben met een guild die je had. En nou, ik heb een andere account dat exalt geweest. En dan ga ik deze mount gebruiken. Helaas heb ik 2 vette flying mounts ook, maar die kan ik helaas niet gebruiken op de grond. Dat is echt heel jammer, want dan kan je niet bijvoorbeeld op vliegen. Want ik heb bijvoorbeeld ook deze albino drake, maar dat kan niet. En dat is heel jammer. En ja, dat is gewoon zuur. Ik heb wel andere flying mounts waar ik wel op kan. En als ik wil kan ik wel op deze, want die kan gewoon op de grond lopen. Kan ik hier op rondlopen, maar ja, die kan niet vliegen. Dus ik blijf net zo op mijn draakje. Vind ik veel cooler. Oké. Boom, ik ga vliegen. Dan gaan we naar Duskwood. Als ik in Duskwood ben, dan gaan we de volgende quests allemaal doen. Dan ga ik gewoon questen in plaats van de dungeon doen. Wat er wel van plan was, maar ik had een zure dungeon die ik al gehad heb. Dat ga ik er dus niet doen. Oh man, ouwe. Hey, kijk, zie je een nieuwe friend request van een kijker. Nick Eker. Hoi Nick Eker, leuk bij de groep. Welkom. Hij heet... Inkazer. Leuke naam. Vette naam. Goed verzonnen. Inkazer. Ik vind het gewoon vet klinken. Even checken hoor. Die nieuwe spells die ik gekregen had. Het was dit. Touch of Death. Oké. Ik kan dus iemand instant killen. Maar, what the fuck. Ik moet een quest ophalen. Oh, ik moet een quest ophalen in het... Oké, ik weet waar ik heen moet. Ik moet een quest ophalen daardoor. Hij praat tegen me. Yo! Kijk, zie je nog komen kijkers naar me toe? Zo bedoel ik het. Ze komen gewoon naar me toe van hallo deel. What's up, motherfucker? En dan zeg ik ook gewoon, what up, motherfucker? Dan ga ik gewoon met je praten. Dat vind ik hartstikke leuk, want ja, kijkers, in World of Warcraft, alles is gewoon relaxed, iedereen is rustig aan bezig. Twisting Nether zijn guild, welke realm zit jij? Aerie Peak. Die mount, die heb ik ook op mijn main. Die is zo cool, hè? Ik vind het echt cool. ik moet wel ook op Pandaren. Chica. Dus nou, Town Hall. Gaan naar binnen. Welke level is deze dude? Level 18. Wie moet ik mijn quest ophalen? Nou, mijn quest opgehaald en dan kan ik weer naar buiten toe of... niet? Nee, ja, ik moet naar buiten toe en dan ga ik dus naar... Ben je nou level 22? Ja. Yeah. Ik ben level 22, hij is zelf level 25. Hij is in Duskwood, waar ik natuurlijk nu naartoe ga. En misschien kan ik de volgende keer met mensen in een call zitten en dan gaan we gewoon een dungeon doen. Dat weet ik. Iemand anders vroeg me wel van, kun je dat een keer doen? En toen vond ik het een goed idee. Van Danny was dat, Danny ten Hartog. Een van de kijkers ook, die me toegevoegd had. En hij zei, wil je het een keer doen? Ja, prima, had ik het beloofd. Alleen die avond kon ik even niet. Helaas, het spijt me nogmaals, Danny. Kijk, oh ja. Ik had natuurlijk die shit net gedaan. Ik krijg natuurlijk gear van, want ik had natuurlijk... Ah, die heb ik niks aan. Dus nou, gooi ik dit weg. Dan kijk die. En dan kan ik gewoon verkopen, want ik heb heel veel shit gewoon die ik kan verkopen. Omdat ik... ja, ik heb gewoon te veel troep in mijn action bar zitten. Dus dan ga ik naar even kijken met wie ga ik praten. Met haar. Verkoop al mijn troep. Bam! Nou, die kan ik wegdoen. Ik kan alles wegdoen eigenlijk, alles. Ik heb het allemaal niet nodig, dus dan gooi ik gewoon alles weg. Dun 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 dun. Dun 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 dun. Kijk, hier heb ik allemaal niks aan, dus oké, goed. Gooi ik allemaal weg. Hartstikke goed. Ik heb nu 156 gold op dit account. En ik moet nu richting Westfall. Richting Duskwood. Dat is hier beneden. En daar ga ik gewoon naartoe. Het is niet zo heel veel loop vanaf hier. Maar ik denk, volgens mij mag ik gewoon... Oeh, volgens mij heb ik een Flight Master. Wow, Pandaren Hunt. Ziet er nog niet uit, man. Zo'n dikke beer. Ziet het er echt niet uit, man. Pandaren. Zo'n dikke pandabeer. Die Flight Master, hij is gekild door een horde of zo. Ik denk dat de horde hem gekild hebt. Dus dan ga ik gewoon... Daar, zie je Daro. Fucking flikkers. Deze twee dudes hebben die dude gekild, weet je. Die NPC, die Flightmaster. Dat betekent dat ik moet lopen met Duskwood. Nou, dan doe ik dat toch. Dan loop ik dus naar Duskwood. Ik heb een mount, dus ik ben tevreden. Kijk, welke mount zou ik gebruiken? Want ik heb nu die leeuw, vind ik sowieso heel cool. Die kan ik helaas niet gebruiken. Die ram. Swift White McChannel Strider. Die vind ik ook cool. Op een of andere manier vind ik deze ook hartstikke altijd heel vet geweest. Tin, 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 tin. Een fucking robotvogeltje. Echt super cool is dat toch? Tin, tsk, 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 tsk. En ik kan ook als ik wil op een tijger rijden of whatever. Een zwarte, een griffin, pinto, een paard. Een of andere draakbeest ding en daar kan ik op zitten. Helaas kan ik hier niet op zitten. Dat had ik wel graag gewild, de Flying Mount. Maar helaas kan ik niet op dit account. Dus dat is de zuurheid. En de albino drake is ook wel cool. Is draak heb ik. En ik heb de brons drake. En ja, dat is cool. Dat zijn mounts die ik kan krijgen door bijvoorbeeld te gaan farmen reputatie. Bij een clan kan je dat zeg maar aansluiten. En dan kan je daar reputatie voor farmen. Dus dingen voor hen doen. Quests voor ze afmaken. Vette dingen doen waardoor je die shit kan kopen allemaal. En dat ga ik denk ik ook gewoon... doen. Ik denk dat ik binnenkort ook een tablet ga kopen van een stadje. Waardoor ik, als ik instance doe, dat ik daar reputatie voor krijg. Dat ik het zo zou kopen van mijn eigen account. Maar ik moet even kijken welke ik wil hebben. Want ik heb nu die guild tablet. En ja, dan krijg ik dus reputatie van mijn guild. Hollandse Brigade. Dan ben ik nu al 100. Je ziet het. En ik kan zo doorgaan naar iets anders. En storm ben ik ook 100. Dan ben ik natuurlijk human. Check hoor. Want ik ben als het goed is, mijn andere account ben ik met alles. Behalve met Exodar. Oeh, misschien moet ik nog even Exodar doen. Dan krijg ik van die Alex. En dat is zo'n gigantische... Gilneas. Dat is Gilneas. Dat ken ik niet eens. Nou goed. Die hebben geen speciale mounts. Pandaren mounts. Wat zijn die? Die heb ik al. Ja, misschien moet ik even Exodar een keer gaan. Dat is van de Draini. En die hebben dus ook vette mounts. Het zijn grote olifanten. Want ze zijn zelf hele grote beesten. Draini's. En het ziet er gewoon cool uit. Ik bedoel, een mens op een olifant. Ik bedoel, brah. Dat is cool toch? Deze is ook al cool, die mount. Come on, let's go. Ja, level 27 is die chick die ik net tegenkwam. 200 meer HP dan ik. En ik ben 5 verslager. Dat komt omdat ik zo'n tank ben. Ik bedoel, ik moet alle klap opvangen. En zij moet gewoon damage doen. Dus het is niet slecht wat ze heeft. Even checken. Ik heb nu 29 minuten. Ik denk dat ik hieruit kan loggen in Discord. Dan zou ik nog even één leveltje omhoog gaan. Ja, weet je wat? Ik ben bijna een level omhoog. Ik ga even een leveltje omhoog nog. Dus ik ga eerst even die shit allemaal doen. Even volgen. Voor vast, klaarmaken. Vast voor de volgende episode. Ik moet met haar praten. De innkeeper. Welke is de innkeeper dan? Deze chick. Ik moet in mijn home maken. Dus bij de home location. Talk to chef Guan. Waar is de chef? Chef is beneden toch? Ja, hij is hier. Bam. Quest accepteren. Bam, bam. 2 quests. Naar buiten lopen. Loop ik naar buiten toe. Dan heb ik... Even checken hoor. Ik ga mijn McChannel Strider. En dan kan ik met jou praten. Keller heeft vast wel wat voor me. Dankjewel, Keller. Felicia Meline. Waar zit die dan? Die zit hier boven. Hé, dat is de Griffin Master. Serieus? Toch maar gesproken al. En Tobias Mistmantel. Die mensen hebben allemaal quests voor me. Echt super veel quests heb ik alvast. Dus voor de volgende episode heb ik in ieder geval al genoeg quests. Echt, ziet het allemaal hier. Allemaal vet veel quests heb ik die ik kan doen. En dan kan ik lekker levelen en gewoon goed mijn best doen. Ik wil even level 23 worden en dan wil ik ongeveer... Ja, ik gooi er wel lekker tempo in. Ik kan allemaal nog ietsje sneller. I know, mensen zeggen van, oh, je levelt kapot langzaam. Ja, dat weet ik. Ik doe ook gewoon lekker rustig aan. Ik kan ook wel power levelen, maar ik kan alleen levelen als ik opnemen. Dat is lastig. Oh, wacht. Ik moet naar Duskwood. Ik moet gewoon naar buiten. Ik ga hem strijden. Ja, kom op. Buffer NL. Hi, Buffer. Ik moet hier naar boven toe rijden. Ik weet je wat, ik deed van een andere mount. Ik ga op mijn ram. Ik wil op een ram rijden. Wel een coole ram. Even een coole ram, jongens. Ik ga voor een coole ram. Voor een coole ram. Swift Brown Ram. Oh ja, die is cool. Die is gaaf. Ik vind die McChannel Strider gewoon het geluid heel kut. Hoor je het geluid? Ik ben natuurlijk een ram. Super dope, hè? Het ziet er gevaarlijk uit, jongen, op de ram. Wat moet ik doen? Oké, ik moet dus deze spiders killen. Nou, ik denk voordat ik deze spiders al dood heb... Ik kan gewoon in één keer die beesten killen. Hoe fucking overpowered is dat? 1,5 minuut cooldown. Ik dacht, dan kan ik gewoon elke keer dat gaan drukken. Heel sterke move, man. Gewoon, ik kan in één keer iemand doodmaken. Dat is echt... meneer de Worgen, wil je alsjeblieft van onze lieve wolf afblijven die daar dood ligt? Dat vind ik niet leuk wat je doet. Nou. En... Afmaken en... Oeh, nog steeds niet. Ik denk nog eentje te gaan en dan ben ik een hoger level. Jee, ik kan die torentjes vallen. Wee, spam, spam, spam. Bam. Bam. Nou, kom op. Ik wil je kapot maken. Oh ja. Oh ja, nog eentje zijn face. Bam, nog eentje dan. Boom, afgemaakt. En dingelingeling. Level 23. Mijn passive is omhoog gegaan. Swift reflexes, oftewel parry. Ik word sterker als tank. Dat is handig. Ik denk dat ik ook meteen gewoon hier uitlog. Want dit is mijn volgende quest. Ik zie jullie graag in de volgende episode. Laat een groen duimpje achter of een blauw duimpje achter omhoog. Als je het leuk vond. Ik zie jullie graag in de volgende episode. Mensen, die over het kijken. Voeg me vooral toe op League of Legends. World of Warcraft natuurlijk. Mijn naam is Monkey D. Op Aerie Peak. En we zien jullie graag in de volgende episode. Mensen, die over het kijken. En wat tot ziens. En veel World of Warcraft plezier. Ciao.